tu fous là, toi? Allez, rentre. Voor mij is het heel belangrijk om iets te doen dat ik niet ken. Ik wil gewoon eigenlijk een avontuur tegemoet gaan. Ook al is dat misschien soms een griezelig avontuur en waar je ook helemaal niet zeker bent van jezelf. Maar ik vind wel dat het voor mij noodzakelijk is om het niet te kennen. Ça va toi? Ça va. C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Maar Isabel is zo artistiek of kunstzinnig, hoe je dat wil noemen, begaafd. Dat je, als zij het speelt, dan ga je met haar mee. Ook al vind je haar niet aardig, maar je gaat toch met haar mee. Omdat je, ze intrigeert je. De ogen, zelfs als ze niks zegt en kijkt, dan is er altijd iets in haar ogen. Er is altijd een ziel daar. Je kan zien dat er iemand is die denkt, en over, maar denkt binnen het kader van de film. J'ai quelque chose à vous dire. Violée? Mon dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir? Bon, come on. Eigenlijk vanaf het moment dat ik besloten had om die film in Frans te gaan maken, vanaf dat moment bezig die 6 maanden lang vreselijke hoofdpijn gehad. Eigenlijk mijn hoofdpijn to the degree dat je dus naar de dokter gaat. Hè? Niet van ik neem wel even een aspirintje. Nee, echt dat je denkt dat er iets vreselijks aan de hand is. En dat ze met de camera binnen gaan kijken of er ontstekingen zijn en dat soort dingen. Dat doen ze dan. Gaan ze door de neus en zo kijken. En dat was eigenlijk stress? Stress? Was allemaal angst gewoon, hè? Gewoon angst. Angst voor iets, of je dit kon op deze leeftijd, of je dat nog zou kunnen. Kan je deze mensen nog, ik zal niet zeggen controleren, maar kan je ze nog eigenlijk leiden? Kan je nog de captain of the ship zijn eigenlijk, niet waar? Wat je moet zijn natuurlijk op de set. En dan blijkt dus, ja, ook omdat er enorm respect was in Frankrijk voor regisseurs, hè? Dat is heel anders. Meer dan in Nederland? Ja, dat is niet te vergelijken. Ja, nee, ook niet te vergelijken met Amerika, waar ook de regisseurs uitwisselbaar zijn geworden, geloof ik, praktisch tegenwoordig. En Frank is nog echt de regisseur, is de man. Dat beviel u wel? Ja, ecco homo, zeg maar, niet waar? Oui, ton truc, là. Tu vas au ski? Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. Als het over talent gaat, maakt het echt niks uit. Er is evenveel talent in Holland, voor de camera en achter de camera, als in, Frankrijk of in Amerika. En nu lovende recensies? Wat doet dat met u? Dat houdt de deur open voor de volgende film. Eigenlijk. En wordt u er ook nog heel blij van? Of denkt u, ik heb het al gehad? Jawel, het is prettiger dan de reacties die ik op Spetter of Showgirls heb gekregen, nietwaar? Precies. Ik weet niet als je die ooit gelezen zou hebben. Zeker, of behoorlijk vernietigend. Ja, nou, totaal. Maar dan ook maandenlang in Nederland en Amerika. Is dit wel prettiger? J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi.